Ik heb Eran als doener gekozen omdat hij als stand-up comedian een echte bruggenbouwer is. Hij brengt mensen dichter bij elkaar in Brussel en in dit land. Ik ben Eran Demersie, Brusselaar en Limburger en stand-up comedian, een hart en neer. Ik weet al een aantal dingen over u, maar nog niet alles. En wat mij nieuwsgierig maakt is, wanneer ben je naar Schaarbeek verhuisd? Want je komt eigenlijk van Beringen. Van het fantastische Limburg. Hè? En dat is ondertussen nu 15 jaar geleden dat ik in Brussel woon. Dus het wordt bijna half-half. Ja. Je doet eigenlijk vooral iets met die verhalen van waar je vandaan komt en hoe je hier leeft in deze cosmopolitische stad. Hoe verwerkt je eigenlijk die verhalen in je shows? Ja, ik heb gewoon gemerkt, naarmate dat je comedy begint te doen en er verder in groeit, dat herkenbaarheid gewoon heel belangrijk is. Ik zat in Brussel, dat was de aanslagen waren geweest. En er was al een negatief beeld van ons aan Brussel en Schaarbeek en Molenbeek. Ja. En ik dacht van ja, dit is een ideaal wapen, denk ik, humor, ja, om dat proberen om te draaien. Absoluut. En in die zin is misschien de weg naar, we zullen nu maar eens grote woorden gebruiken, naar een diverse samenleving, hè, recht evenredig met de humor die we eraan kunnen geven. Ik wens enorm veel succes, want ik denk dat je wel iemand bent die dicht bij de mensen staat. En dat hebben wij gemerkt met al die projecten die we samen gedaan hebben. Dat het niet zomaar bla 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 is. Dus ik hoop dat voor ons dat je minister van Cultuur blijft. En zou dat niet zijn, dan hoop ik dat die opvolger van u, dat die ook dit heeft. Hè? Dat die chill is. Chill. Dat die, in Limburg zeggen we dat die vichtel heeft. Dat hoop ik. Bedankt. Ah, ja. Ik ga eens gepleurd, hè.